We nemen u mee terug naar het jaar 1977. Het Brits Formule 3 kampioenschap is te gast op Zandvoort. In deze raceklasse vol talenten strijden de coureurs om een plekje in de Formule 1. Onder de rijders, de jonge en talentvolle Nelson Piquet. Bij het ingaan van de panoramabocht wordt Piquet hard van de baan afgereden en komt vast te zitten in het zand. Officials schieten te hulp en de jonge Braziliaan komt er goed vanaf. Later zou Piquet 3 maal wereldkampioen worden in de Formule 1, maar zijn eerste racekilometers lagen onder andere op het circuitpark Zandvoort.